Hoe kies je nu een goede gekookte ham? Daar gaan we het vandaag over hebben met Katrien. Hallo. Dag Katrien. Ja, toen ik las dat we het vandaag daarover gingen hebben, dacht ik, oh leuk, want eigenlijk is dat eentje waar ik zelf ook altijd vrij lang in de supermarkt voor sta. Het hele rek met de gekookte ham. En ik heb geen idee waar ik op moet letten. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Ja, inderdaad. Er is veel keuze. Ik heb zelf ook wel soms nog een keer dat probleem. Want eigenlijk denk je waarschijnlijk, hoe is het nu mogelijk dat er zoveel verschillende soorten worden aangeboden in de supermarkt? Want er zijn wel degelijk heel veel verschillen, of niet? Ja. Tussen misschien al die denk jij van, oké, dit is gewoon een stuk vlees van een varken die gekookt wordt in water met wat zout. Maar dat is dus niet zo. Er zijn ook nog heel veel andere ingrediënten. En er zijn verschillen in de hoeveelheid vlees die wordt toegevoegd. En dan eigenlijk allerlei vulingrediënten. Oei. Dat kan gaan over extra eiwitten die toegevoegd worden. Dat kan gaan over zout, over suiker. Maar ook eigenlijk allerlei enemers, dus bewaarmiddelen enzovoort. Verdikkingsmiddelen ook. Dus de vraag, zijn er veel verschillen tussen al die voorgepakte sneetjes gekookte ham in de supermarkt? Dan zeg jij ja. Het is eigenlijk een heel complex product. Een heel complex product. Ja. En dan komen we eigenlijk ook een beetje bij de vraag, maar hoe kies je dan? Wij hebben voor de leden van Testaankoop is het heel gemakkelijk. Ja, die kunnen gewoon naar onze test kijken. Want wij hebben een uitgebreide vergelijkende test afgerond, waarbij dat we allerlei parameters in het labo hebben laten analyseren. Om dus die vleeskwaliteit en de vleeshoeveelheid te gaan bekijken. Het zoutgehalte, suikergehalte, vetgehalte, een aantal additieven en dan ook schadelijke producten die door die additieven zouden kunnen gevormd worden. En ook weer een smaakproef. Ja. Maar die vind je dus terug in ons magazine en op onze website. Ja, maar als je zegt van waar let je op, dan zeg jij... Ik heb allerlei tips die ik kan geven. Dus omdat er eigenlijk zoveel verschillen zijn in die ingrediënten, is er in de nationale wetgeving eigenlijk een verschil tussen allerlei categorieën van ham. Dus ham, dat komt zeker en vast van de achterbil van het varken. Dus dat is al een eerste tip die ik kan geven. Kijk naar die benaming. Als je ham ziet staan, dan komt dat van de achterbil. Nu, daaraan gelinkt zijn er ook wettelijke normen die moeten gevolgd worden. En dan heb je ook in België ambachtelijke ham. Die is dan eigenlijk wat strenger qua normen. Die mag minder toegevoegd water bevatten en minder vleesvreemde eiwitten en zo. Dus als je die naam, ambachtelijke ham, ziet staan, dan weet je eigenlijk al van, ik zit hier al met een kwaliteitsvol product. Dan heb je ook nog een categorie die noemt picknick. Dat is dan eigenlijk zo wat minder van kwaliteit. Daar mogen er meer extra ingrediënten aan toegevoegd worden. En die zie je soms in de supermarkt liggen onder een minder duidelijke benaming. Ook bijvoorbeeld als er iets voor croque monsieur's te maken, bijvoorbeeld. Toastham of zo. Ja, toastham. Maar alles wat dat dan vanuit het buitenland komt, die hebben dan een vergelijkbare, maar toch iets licht andere wetgeving. Dat is dan nog een keer... Moeten we daar ook op letten, op de herkomst? Zoals we toch vandaag bijvoorbeeld bij fruit letten op, komen de appeltjes uit België en niet uit Australië, bijvoorbeeld? Dat hangt een beetje af van je eigen voorkeur. Als je een lokaal product wilt. En daar kun je inderdaad gaan kijken van waar komt het vlees en waar is het geproduceerd. We zien dat ook meer en meer op de verpakkingen komen. En er is eigenlijk ook een keurmerk in België van Meesterlijk. En die hebben dat eigenlijk ook wel in hun lastenboek, dat dan van Belgische oorsprong moet zijn. Samen met nog allerlei normen voor die chemische parameters qua vleeskwaliteit. En het zoutgehalte? Het zoutgehalte is heel interessant voor mensen die eigenlijk een zoutarm dieet moeten volgen. Want je hebt een aantal producten die wat minder zout bevatten dan andere. Maar eigenlijk zou je sowieso niet al te veel gekookte ham per week mogen eten, omdat dat onder bewerkt vlees valt. Ah, okay. Ja, dus sowieso maten. Alles met maten. Ja. Ten slotte misschien even de houdbaarheidsdatum. Waarom is het belangrijk om die natuurlijk... Excuseer. Waarom is het belangrijk om die te houden? Maar ook de manier van het bewaren. Hè? Ik denk, je moet het uiteraard koelen. Ja. En let op die datum, maar dat is toch bij alle vleesproducten zo?
Ja, maar eigenlijk moet je gaan kijken naar de soort houdbaarheidsdatum. Ik weet niet of dat jij dat weet, maar er zijn twee verschillende soorten. Dus je hebt de te gebruiken tot datum en de tenminste houdbaar tot datum. In het geval van gekookte ham is dat dan eigenlijk te gebruiken tot. Dus dan is het eigenlijk wel belangrijk om ook het opeten van die ham niet uit te stellen tot de allerlaatste dag. We hebben dat wel gecontroleerd in het labo. Dus we hebben gekeken of dat er ziekmakende bacteriën in zitten of bacteriën die voor de bederf zorgen. We hebben eigenlijk geen grote problemen vastgesteld, maar toch raden we aan, stel het niet al te lang uit om die ham te gaan opeten. En dan natuurlijk is het ook belangrijk dat je na het openen gaat dat natuurlijk veel sneller, dat bederven en die uitgroei van bacteriën. Dat dus is iets waar ik soms mee rekening hou. Als ik nog een gesloten pakje heb en het is morgen vervalt het, of zelfs vandaag, dan denk ik dat dat beter is dat het nog niet open was. Klopt dat? Want keer dat je het opent, dan komt het aan de lucht, houdbaarheidsdatum, kun je daar niet meer op vertrouwen. Dus daar moet je inderdaad wel op letten. En gekoelde bewaren is ook belangrijk. Dat zie je trouwens staan op alle verpakkingen. Al het vlees, denk ik eigenlijk. Hè? Ja, moeten we er zijn enkele uitzonderingen. Er zijn enkele uitzonderingen, maar die gaan we hier niet bespreken. Dus jullie hebben de test gedaan op kwaliteit, op herkomst uiteraard en ook wat er eigenlijk allemaal in zit. En het is toch een iets complexer product dan we soms denken. Katrien, nog een laatste tip? Nee. Als ik moet kiezen tussen eentje met zo dat vetrandje er nog aan of niet, wat zou ik dan nemen? Dat is een beetje persoonlijke voorkeur. Het vetrandje kan ook wel wat extra smaak geven. Ja, dat is waar. Dus, want over smaak hebben wij het nu niet echt gehad. Nee, maar ik veronderstel dat daar toch ook wel verschillen in zitten. Hè? Ja, er zitten daar eigenlijk wel wat verschillen in. Ook de belangrijkste verschillen zijn eigenlijk, is het met een rooksmaakje of niet? Ja. Dus daar of honingsmaak zie je ook soms. Ja, maar dat komt niet zo vaak voor. Zit eigenlijk ook niet in onze test. Maar wij hebben dus ook wel alles laten proeven in het labo. Dus dan kun je eigenlijk op onze website gaan altijd kijken welke veel dat aan die testen scoren die jullie doen. Hè? Dat iemand dat allemaal moet proeven. Katrien, dankjewel. En misschien tot de volgende keer. Dag.